Als het penis zit, ben ik bezorgd met gameplay. Een nieuwe aflevering van iets nieuws. Want dit is, ik ga beelden doen met Jur. Jur heeft mijn skin, ik heb trouwens Jur skin. En we staan hier hard aan het strijden. Ik doe niet eens mijn best. Hij is aan blauw. Boot. Boot? Denk je? Weet ik veel. Het is zeg maar, het is een beetje als. What the fuck is dit? Je kent al dat. Stoomboot? Ja, tuurlijk. De woorden. Wat is het? Ik zeg het niet. Wat is. Moet ik het hieruit weten? Ja. Ah, dat is makkelijk. Wat? Oh, jullie zijn zo dom. Ik ben zo nog bezig met het uitleggen hier. Internet Explorer. Oh, hij heeft hem best goed gedaan. Ja, het was internet. Oh, hij heeft hem best goed gedaan. Maar het leuke is, we kunnen dus zelf zijn met woorden invullen. Dat kan ik gewoon aan Remco doorgeven. Dus ik kan woorden zoals Piemel erin doen en zo. Dat is leuk. En dus de bedoeling, één iemand uit het midden moet bouwen en de rest moet gokken wat hij bouwt. En deze persoon die staat stil, die ik weet niet of die aan het kakken is of zo. Hij is de juiste bloks aan het pakken, kijk maar. Oké, cool. Deze, ik wil revenge op Jur, hoor. Oh, wat, hij bouwt van deze kant, dat is ook niet slim. Hij houdt geen rekening met ons, Jur. Even perspectief wisselen. Oh, nee, nou gaat hij weer die kant op. Wat doe je? Teringhond. Teringhond, huis. Ik vul niet eens woorden in, ik ben zo diep aan het nadenken. Bruin, wat, je had een goede gokje, bruin. Het zou wel lullig zijn als het gewoon de kleur zelf is, ja. Remco, waarom Remco? Oh, hij bouwt een skin. Ik ga naam invullen van mensen die aan de server werken. Wat doet hij? Ja, dat is niet eerlijk, dat weet ik niet. Dat is waar. Je moet... Wat? Hij haalt alles weer weg. Hey, Superman. Wat de fuck doet hij? Sorry. Nou, gewoon Mark Boy. Je bent niet de beste bouwer die ik ken in ieder geval. Scheet. Anuswind. Ik ga echt woorden zoals Anuswind aan de woordenlijst toevoegen, hoor. Luchtvraag? Luchtvraag? Wat? Ik wil windvlaag. Broek! Doen. Ik gok ook een keer, weet je. Windvlaag. Broek. What the fuck is dit? Weet je, jij moet echt stoppen met drugs gebruiken. Ja, hij heeft echt geen artistieke vaardigheden. Pik. Ja, pik. Het is 12. Het is... Abstract. N2... Abstract. Snickers. Snickers. Wat was het woord nou? Het woord was Snickers. Dat is echt een kutwoord. Oh fuck. Je ding hier. Ik verzorg de kijkers van een leuk muziekje tijdens het wachten. Is het misschien... Oh, wat? Dat hoorde ik net namelijk. Je bouwt momenteel een zwart iets. En het ziet er... Je mag wel praten alsnog, hoor. Ja, ik weet het, maar ik ben geconcentreerd, man. Ja, je is determined voor die punten, dat merk je. Iemand gaat het toch voor mij gokken, aangezien... Ik ga nog een keer voor mezelf. Skin. Wat doet hij? Het is best wel moeilijk in Minecraft, dit soort dingen. Ja, het is best moeilijk hoor. Het is, als je gewoon met een potloodje en dingen gaat op Draw My Fingers, dan is het natuurlijk makkelijker in ieder geval, maar dat is wel leuk. Wat bouwt Jur? Ja, eigenlijk moet er dan hier... Fuck. Wat is dit? Ja, dat voel ik me ook al. Wat de fuck? Een boot. Stoomboot. Schoorsteen. Nee. Tijd zo om. Wat was het woord? Deo. Deo. Ja, maar als ik dat einde had kunnen doen, dan was het nog wel in de buurt gekomen. Ja, inderdaad. Maar zeg maar dat witte, dat moest dan Deo dat eruit kwam. Alleen nou, ik was lang bezig met de bus. Er zijn weinig woorden. Je moet niet 3D bouwen, want dan ben je te lang bezig. Ja. Dat deed ik nu ook verkeerd. Oké. Nog een potje doen? Ja. Oké, ik ga wel even met Remco zo meteen even de woorden doornemen. Want woorden zoals Deo zijn echt veel te moeilijk te maken gewoon. Ja, nou, als ik het 1D gedaan, had ik het gered. Ja, is waar. Ja, maar de vraag is, als je denkt meteen, hoe ga je Deo uitbeelden? Best moeilijk. Vooral, ik ben ook helemaal niet goed in dingen bouwen. Als je goed bent in pixel arts bouwen en zo, dan ben je er zo doorheen. Ja. Ja. Oh wacht, ik had ook gewoon mijn Deo kunnen pakken en het een beetje namaken. Ik had X erop kunnen schrijven. Ja, als je de X op had gedaan, was je goed. Je had ook een sign opgezet met een X. ik heb alleen geen Optifine, anders had ik in kunnen zoomen.
Ik vind het spel wel leuk, alleen ik ga wel even met Remco wat eigen woorden in de woordenlijst doen. Dat vind ik wel leuk. Ja. Jur. Het woord is Jur. Mensen gaan nu al gokken. Of iemand zegt gewoon haha Jur. Je bent heel grappig, Jur. Ja, ik ben hilarisch, man. Jur, waarom ben jij zo grappig? Omdat ik fucking mooi ben. Yep. Oh, oh. Auw, auw, mijn oren, auw. Gaat dat. Waarschijnlijk moet ik weer als eerst. Oh ja. Ja. Oh, vet. Zeg het maar. Het woord is niet vet. Dat is een spoiler. Oké, deze is wel te doen. Deze is wel te doen. Oh, ik kan weer geen bloks plaatsen. Verdomme. Remco zou het voor me fixen. Wat? Hoe wist je het? Nou, je hebt TNT in je hand. Oh ja, nou, heb je goed gegokt. Explosie. Ja, dat je dat weet. Ik heb trouwens nog steeds geen... het werkt nog steeds niet, Remco. Nee, ik sta voor de hele... Ik ben! Oh, wat moet ik bouwen? Dit is onmogelijk! Jezus, wat een... Sorry hoor, maar... Remco, echt. Ja, ik ga zo... Ik kan ook wel geen blokjes bouwen. Allemaal Remco's schuld, dit. We gaan dit de hele dag spelen hier. Ja, het is Snickers. Oh ja, Joris, ik ga van de andere kant kijken. Oh, dan bouw je waarschijnlijk een spiegelbeeld. Voor welke kant bouw je het? Of is het van allebei de kant hetzelfde? Het is symmetrisch. Het is het woord neger. Oké. En dan haar. Zwarte Piet. Dat lijkt op een man. Oh. Hey, even voor de duidelijkheid, dit is een komkommer. Wat? What the fuck? Dit ook. Wat? En dan gooi ik er allemaal. Oh! Ik heb hem! ik ga wel even zeggen dat. Ik ga het nu meteen doorgeven. Want kijk, ik probeer nu bij deze video een beetje tegen mensen te zeggen: hey, kom in de server, weet je wel. De woorden zijn veel te moeilijk. Ik wou nog BN erboven schrijven. Dat waren komkommers. Remco zegt dat het wel meevalt hoe moeilijk de woorden zijn. Met die brat, hoe doe je dat? Ja. Oké, maar ja, weet je... Oh. Ja, dit is weer zo'n debiel die niet weet wat hij aan het doen is en in een heel raar perspectief gaat tekenen. Nee, je moet gewoon van de voorkant kijken. Ik denk dat het wel goed komt. Wat? Wat? Dat is zeker weer internet. Yep. Misschien iets meer woorden, zodat ze niet de hele tijd gerecycled worden. Ik zal hem zo helpen. Zal ik je zo bellen over de woorden? Want ik bel hem nu gewoon. Ik voeg gewoon live Remco toe. We hebben hulplijn. Remco weet alle woorden. Ja, dat is wel makkelijk. Gewoon de maken van de... Oké, Remco toevoegen. Dan updaten we live de woordenlijst. Als hij opneemt. Oh, dus iemand alweer aan het bouwen, zeker? Nee. Ik heb zin in een softlijstje. Iemand is aan het bouwen, ja. Jur, je staat er anders... Oh, je hebt 8 punten, man. Je bent aan het winnen. Internet, grot. Jur weet ondertussen... Probeer Deo. Petty Brats. Hij heeft ook 1 blokje wol geplaatst, wat doet hij? Oh, Remco is, hè? Remco. Ja, hoi. Hey, hoeveel woorden heb je tot nu toe eigenlijk al? In het systeem zitten? We hebben nu 125 woorden, geloof ik. Oké. Kunnen we wat woorden aanvragen in je live? Artistiek incompetent. Ja, dat kan. Oké, Jur, hebben we nog wat woorden die we aan willen vragen? Waarom is het artistiek incompetent? Hé, Jur, maar serieus, we moeten eventjes een paar woorden aanvragen nu. Remco is erbij. Wacht even. Ik probeer uit te volgen wat deze motherfucker aan het doen is. Ja, dat weet ik ook, Jur. Hij doet heel raar. Wij hebben een witte creeper. Witte creeper. Ja, penis. Zaad. Maar Remco, noem eens wat voorbeelden van de woorden die op de lijst staan. Dat vinden de kijkers interessant. Ik ga hem eventjes openen. Je hoeft niet alles te spoilen natuurlijk. Moet wel een beetje geheim blijven. Niet alles, maar ik zal even... Wat zijn de moeilijkste woorden die erop staan? Hij weet niet wat het is. Moeilijk woord. Ja, moeilijk woord staat erop. Even zo. Er staat onder andere op Mario. Oh, dat is iets wat te doen is, Mario. Ja, Hives. Hives. Die is leuk. Was niet voor Jan.
Morning after pill. Ja, gast, dat kan je toch niet doen? Hoe beeld je een morning after pill? Kijk, Remco, daar gaan we dus voor bellen. Kijk, pill is goed. Pill kun je uitbeelden, maar morning after pill kun je niet uitbeelden in zo'n korte tijd. Pill. Nou, dan maak ik pill van. Zo, pill. Ja, veranderd. Kijk, dit gaat wel lekker snel, weet je. Altijd handig als je de maker van de server je Skype gesprek hebt tijdens het spelen van de minigame zelf. En er staat ook Big Mac tussen. Verander dat dan gewoon een hamburger bijvoorbeeld. Je moet het een beetje toegankelijker maken. iets beter. Net zoals dat iemand bouwde net een Internet Explorer ding, dat was een antwoord internet. Kijk, dat is nog wel leuk. Dus ja, heb je hem veranderd naar hamburger? Ja. Veranderen live even wat woorden. Deze persoon is trouwens iets blauw met rood aan het doen. Wat zou het zijn? Smurf. Sneller! Hey, Band Console heeft het woord geraden. Het antwoord is Remco. Ja, denk ik ook. Ik typ ook gewoon na wat Jurro typt. Daar heb je helemaal niks aan. Wauw. Oh, het was Mario! Ik zie het er echt niet in. Nee. Waarom maak je Mario ook met die kleuren? Je maakt Mario met rood en blauw. Nee, niet eens met rood. Dat was een of ander heel donker rood. Ja, maar met het blauw kon natuurlijk ze overal staan, maar dat rode was gewoon heel raar. Dat kan je heel makkelijk. Mario is echt heel makkelijk. Ja. Ik zou zelf gewoon de M maken met rood eromheen, maar ja. Oké. Maar Remco, we kunnen nu live wat woorden aanvragen. Ja, zit het woord poep er al bij? Want die gokken mensen de hele tijd. Die zit er al bij, oké. Wat is dit? Nee, ga niet 3D, flikker. Niet 3D, dat is wel een hele grote tip, ja. Ga niet 3D, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet echt, nee. Recht hoekig. Wat is deze jongen aan het doen? Hij maakt Deo. Deo. We hebben gewoon dezelfde... Patty Bart. Jurre, Patty Bart, waren heel leuk uitgebeeld. SpongeBob. Hoofd. Kaas. Ja. Wat? Waarom gokken allemaal mensen mijn naam? Gerard Joling, Jur, Zwarte Piet. Witte Piet. Als je Patty Bart maakt, heb je echt swag. Jur, je hebt echt swag. Jur. Hij wijst mij aan, hij sloeg mij net. Swag. Oh, je kan natuurlijk mensen aanwijzen, ja. I don't know. Nou, niemand heeft punten voor deze. Ik wil ook even een keertje nog. Alleen, kan ik ondertussen eigenlijk al bouwen, Remco? Ondertussen wat? Facebook! Hij tekent een gezicht, teken dan het logo! Nou, dat hij dat weet, nou was het wel leuk. Ja, net een boek erop gezet op het laatste moment. Daar kan ik niet door. Maar dat deed ik veel te laat. Dat was al grappig verzonnen, een boek met een gezicht. Dat is leuk. Te laat. Maar dat is best wel slim. Ik raad inderdaad aan voor alle kijkers die deze minigame spelen. Gebruik zo'n holder met een item erin als je bepaalde woorden daarvan wil gebruiken. Gebruik je tijd. In plaats van dat je al 10 seconden stilstaat. Hij zoekt blokjes, hè? Hij zoekt blokjes. Ja, maar dat kan vet snel. Hij doet full diamond aan. Waarom doet hij diamond aan? Misschien beeldt hij... Oh nee, hij denkt dat hij ons dood kan maken. Hij snapt de hele minigame niet. Ja, hij snapt dat kan hem maar niet. Hij heeft net ons zien spelen. Hij denkt handig te doen of zo. Hij denkt slim te zijn. Ik snap er echt de ballen van. Dit was zijn idee. Van, dan pak ik diamond en dan maak ik iedereen dood. Oh, zo slim. Ja, misschien ik denk dat hij echt wat uitbeeldt. Of het is echt een idioot, of hij beeldt wat uit. Idioot. Speler. Maar Jur, we moeten even Remco een paar leuke woorden doorgeven. Ja. Zeg eens een paar leuke woorden. Heb je kaas al? Kaas zit er al tussen, ja. Een snor? Snor nog niet. Kaas! Nou, Mario. Even kijken, Jur, wat zijn er meer leuke woorden? Piemel. Piemel zit er vast al in. Ja. Vagina is leuk. Vagina is wel moeilijk uit te beelden, joh. Niet. Oh, oké, dan niet. Dan staat hij er tussen. Heb je biertje al? Bier heb ik al, ja. Oké, Remco leest echt mijn gedachten qua woorden, joh. Ik heb ook een Bami-bal. Die is wel moeilijk. Wat was Poker! Poker! Wat? Wat? Je hebt gewonnen! Ik wil nog één potje. Ik ben niet eens geweest! Nee, we gaan nog één potje hier. Waarom ben ik net niet aan de beurt geweest? Wacht, Rick, ga niet in één, want dan volgen ze ons allemaal. Doe alsof je in één gaat en ga in drie. Oh, ik ga zo in één. Ah, drie! Jur, we gaan met z'n tweeën.
Nee, Justus 1999, waarom doe je ons dit aan? Kijk, iedereen die joint. Hey Remco, ik heb een tof idee. Nee, het zit er denk ik vol. Aangezien we natuurlijk redelijk veel geld kwijt zijn voor de server, misschien kun je iets doen dat er hints komen. Of zo in het algemeen is het misschien wel handig als er wat kleine hints komen. Ik weet niet of je dat er aan bij kan doen. Ja, voor... Voor het woorden gokken. Dat er, misschien dat als je al VIP, dat je misschien extra hint krijgt of zo. Ja, of na 10 seconden dat er een letter, de eerste letter van het woord verschijnt. Ja, net als op iets in die richting. Zou je zoiets kunnen doen? Ik zal even kijken of ik dat kan instellen. Top. Yay, de game staat op 20 seconden. Spannend, spannend. Jee, kijk deze vent, hij had een coole skin. Hij heeft een villager met roze kleding aan. Hij is cool, hij is cool. Waarom vraagt iedereen alles aan mij in plaats van aan jou? Jij wint al door in dit spel. Jij weet alles over deze server. Ja. Ik mag waarschijnlijk ook, waarom hebben jullie van skin gewisseld? Ja. Oh, ik mag beginnen. Oh, deze is leuk, deze is leuk. Even blokjes aanpakken. Oh, ik doe altijd als ik white wool, dan zit ik white in, maar ik wil gewoon wool. Ik ben echt zo slecht in uitbeeld dat het niks wordt. Wacht eventjes. Wauw. Er zitten wel leuke woorden tussen alsnog. Oh, maar dat is veel te hoog. Wat? Gaan ze mensen voor me staan? Oh, wacht, het is veel te klein geworden, uiteindelijk. Ja, ik kan altijd mensen voor me gaan staan. Die fan doet het expres. Wacht, dit is echt het verpeste ooit. Ik de eerste keer als bouwer en ik verpest het nu al. Zeg wat het is. Nee, ik ga niet zeggen wat het is. Dan win je weer. Helm. Iron helm. Ik ga nu even de grote hint geven voor de mensen. Hoe heet zo'n bordje ook waar je hem oppakt? Zo'n bordje waar je... item frame. Die heb ik even nodig. Ja. Snel, je hebt nog 30 seconden. Hier is je hint. Ik ga het heel slim doen. Nog meer item frames, ja. Oh, je kan geen... Oh ja, hier zo. Waar de fuck lijkt dit op? Wauw. Wat moet dit voorstellen, Rick? Ja, ik dacht Mickey Mouse, maar... Nee, ik heb het verpest hier. Wat is het? Het is... Playboy. Ik wou het konijn maken. Dit is zo fucking slecht. Kijk de ogen hier. Kijk de geïmproviseerde ogen. Go, je. Oké, deze is makkelijk, hè? Oké, ja. Paal. Iedereen gaat in me staan. Dat is vals spelen. Ga uit me. Ja, dat deden ze bij mij ook. Trap. Ik tik soms ook echt woorden die mensen al getypt hebben. Zo, maar waarom probeer ik het? Het is niet goed. Nee. Dat is heel handig om te doen. Is het gewoon een ei? Is het Pokémon ei? Ik ben benieuwd. Je heeft er vertrouwen in dat het hem lukt. Wacht, ik denk dat ik het weet. Bier. Plas. Poep. Diarree. Met dubbel R en ook met dubbel E. Wat een rare structuur zit hierin. Het is een soort van een uiting van iets moois. Iets lelijks. Donner. Sommige mensen kunnen heel goed bouwen. Vuur? Vuur is, je zou niet van vuur deze kleur gebruiken. Dit is niet je. Dit is niet de echte je. Die is patat. Friet. Ja, je moet even friet opnieuw typen, alleen dan zonder slash erachter. Hey! Wauw. Iemand anders ziet het toch ook al friet voor mij? Oh nee, hij schreef friet met een V! Hij is wel heel tight op de spelling trouwens. Wauw. Hey, Remco, kun je eigenlijk ook niet doen dat voor een bepaald woord meerdere woorden goed zijn, dat voor patat ook friet kan? Want ik vind het idee van de minigame heel leuk, alleen er moeten wel echt tips bij komen en misschien wat hints dus. Ja, iets of een bordje let op spelling, want iedereen die... Ja, en misschien ik dus ik vond hem niet slecht wat ik net deed. Ik maakte een zak met patatjes erin. Ja, ik vond het best goed. Is het weer friet? Ik gok het ook al. Patty Brad. Ik blijf gewoon standaard Patty Brad in tikken hoor. Mario. Internet.
Gewoon alles wat je weet gewoon herhalen. Ondertussen denk ik even ik nog het grappigste weet voor Remco om erin te zetten. Ja, alleen wat? Ja, wat hè? Dat weet ik ook niet. Ik vind de minigame in ieder geval leuk. Leuk gedaan, Remco. Mijn complimenten. Ja, dank. What the fuck? Ah! Fucking hell. Was het pickaxe alleen dan wel goed geschreven? Ja. Oh. Oh. Oh, dacht jij hem goed had, maar dat had je helemaal niet. Is het een paddo? Een paddo. Het lijkt echt op een paddo. Oh, het is een donder, het is donderstraal inderdaad. Oké, het was niet heel slecht. Oké, je laat ook op een paddenstoel. En de gouden onderkant. Oké, nou. Ik ga ook gewoon even item. Daarom doet die diamond aan. Je kan alleen items pakken als je daar bent. Ja. Hij denkt serieus dat hij zijn diamond kan houden of zo. Alsof je dat dan houdt in de server of zo, ja, door het aan te doen. Oh, ik weet eerst. Ik dacht ook wel dat het grot was. Huh? Waarom doe je dat, Jamie, yo? Het is Hives. Wanhoop. Ah, ze spelen samen. Ze spelen samenswering. Oh, ik ga echt niet samenswering schrijven momenteel. Homo. Samenswering. Wat was het woord? Island. Wat? Wat was het woord? Waarom is er in één keer een Engels woord? Nee, dat spelen, dat is helemaal niet goed. Wat was het woord? Ik weet het ook niet. Ze hebben het woord niet gegeven. Jawel. Moet er wel tussen staan. Wat was het? Inderdaad. Round started. Gewoon Markboy started building this round. En dan staat er helemaal nergens meer. Blok. Vlag. Oh, dat is gokken nu alweer. Get sex. What the fuck you two's? Hives. Facebook. Oh, mijn cap is gedaan. Twitter. Zit die er ook bij? Nog niet. Kan ik er wel bij zetten. Doe Serpent Gameplay erbij. Die staat er al bij. Oh, cool. Ik heb momenteel 100... 32 woorden. Oh, je blijft ze nog live toevoegen, zeg maar. Ja. Hij heeft, zeg maar, een wit bord met een streep blauw er doorheen. Heb je enig idee wat het kan zijn? Ja. Een vinkje. Facebook? Goed. Facebook, ja. Schrijf Facebook in met de verkeer. Hij maakt een blauwe V in een wit bord. Een blauwe V. Ik zie het al. Envelop. Oh. Het lijkt op een envelop. Het lijkt inderdaad heel... Oh, wat? E-mail. Mail? Het moet een Post. W zijn, zegt hij. Wat? Wat? Het moet een W zijn, zei hij. Wario. Ik geef het op. Ik geef het op met deze jongen, joh. World. Wat? Hallo. Ik kan wel klagen op die fan, maar ik kan er zelf ook geen bal van. Dus aan de andere kant geef ik hem ook alweer een beetje gelijk. Ik had het niet zo beter gedaan. Waarom? Het sloeg nergens op. Ja, maar je had gewoon een map kunnen pakken. Je had een map kunnen pakken en op een zo'n bordje kunnen plakken. Dat die world. Had ik er nog aan kunnen denken, weet je wel. Ik ga... Nou, doe je gewoon, Markboy. Is hij friet aan het maken? Waarschijnlijk. Ben je meegluren, Remco? Weet niet. Nee, ik ben niet aan het meegluren. Gaat hij het spellen? Waarom weet Jamie, joh, iedere keer alles al? Ja, die weet alle woorden die hierin zitten. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Die speelt het gewoon 24-7. Hij tekent een U en een I. Of is het een YOLO? Een I. Ja, het is YOLO. Dat vind ik wel een leuk woord, trouwens, YOLO. Ja, maar dat gaat niet spellen. Dan moet je iemand op een gebouw en die van een gebouw afdiept. Nee, maar dat is wel heel moeilijk om te maken, want je kan tegen de tijd dat je het mannetje af hebt, dan is je tijd al op. Ja, maar die Jamie-o, die speelt gewoon val. En nou gaat hij waarschijnlijk niks doen. Zodat mensen niet halen met punten. Dan is hij echt een lul als hij dat doet. Nee, oké. Ik word een beetje moe van alle dezelfde woorden typen. Ik ga het niet meer doen. Petty Brat. Ja, een morning after pill. Van elkaar af, joh. Wat? Waar heeft hij het over? Ik deed Petty Brad aan elkaar. Is het echt Petty Brad? Nee, het is niet Petty Brad. Hoe kan je dit weten?
Slim zijn. Heel slim zijn. Hetero, wat? Niet hetero, homo. Wat geprobeerd je? Wat doet hij? Wat? Zelfs mijn Facebook was nog mooier. Sneeuw. Vaginaal. Wat, heb je het goed? Ja. Bot. Hoe kan dat een bot zijn? Ja, hij had een bot in zijn hand. Oh, dat is best slim trouwens om het uit te beelden. Maar het was veel een bot is zo makkelijk te tekenen, hè? Jur, volgens mij heb ik gewoon mijn stream aanstaan, want mensen weten het iedere keer nadat ik het weet, zeg maar. Het bot is echt heel makkelijk. Je hebt je stream niet aanstaan. Nou, wat, als er iets niet is wat ik moet streamen, is het al deze minigame, denk ik. Nou, ik typte boon en toen daarna kwam het bot. In ieder geval, dus na deze persoon sluiten we de episode. Oh, we zijn al 25 minuten bezig, jur, verdomme. Tering, stop gewoon nu. Nee, we moeten weten wie er wint. Ik heb een sterk vermoeden dat het JBO is. Ja, misschien is het donderstraal. Ik heb je ingehaald, bitch. Donder, straal, patat. Friet. Nee, was het friet? Was het friet? Nee. Is het YOLO? Nee, het is twee keer YOLO! Remco, dit staat nergens op. Wat? Ja, in één ronde is het al twee keer het woord YOLO. Het probleem is gewoon, we moeten meer woorden hebben. Gewoon een random woord. Ja. Jullie, we gaan Remco helpen. Stel dat hij niet een woord kan pakken die al geweest is. Remco, heb je boom al? Laten we gewoon wat makkelijker woorden doen. Boom. Ja, boom. Boom. Noot. Zo. Noot is best wel moeilijk uit te beelden. Boom is vet leuk trouwens. Die is heel makkelijk. Je zet een blokje dirt neer, pak wat boomwiel, sapling, boom. Dat is leuk. Heb je huis bijvoorbeeld erin staan? Standaard Minecraft shit. Ja, die staat erin. Oké. Doe dan ook dirt huis erin. Ja, gewoon dirt huis, los. Maar dat is niet wat mensen gokken, want dan gaan ze huis gokken. Dat is niet echt eerlijk. Ja, maar dan zet je daarnaast een dirt blokje met een pijl. Dit is weer YOLO, joh. ik zit ondertussen even te denken. Misschien is het bier. Heb je al een man en vrouw erin staan? Een man en een vrouw? Nee, dat nog niet. Als je man. Trouwens anders de mensen... Zet dan... Oh, de sleutel waarschijnlijk. Yeah. Oh fuck, ik maak de sleutel. Nee! Hij was een seconde eerder! Godverdomme. Mensen, laat dan eventjes wat suggesties voor woorden achter in de reacties, want dan kunnen wij er wat mee. Ja, inderdaad. Als jij een leuk woord hebt, of gewoon een hele lijst woorden, waarvan jij denkt, hey, die moeten in het spel, want momenteel heb je dus dat je echt te vaak dezelfde woorden hebt. Dus laat even een reactie achter, dan stuur ik dan Remco, die kijkt even de lijst door. En dan voor we het weten hebben we 500 woorden en dan is het gokken een stuk moeilijker geworden in ieder geval. Inderdaad. En ja, kom een keer deze minigame spelen. Ik heb vanaf vrijdag heb ik in ieder geval weer tijd. Dan heb ik weer een beetje een leven. Niet helemaal, ik heb maandag al mijn PTA. Maar ik ga proberen het in ieder geval ergens deze week even een keer een streampje te doen. Dus check mij op Twitter. Volg Jur op Twitter, joh. Je wilt toch heel graag mijn kijkers op je Twitter? Nee. Je doet toch helemaal niks met Twitter, behalve mij belachelijk maken eigenlijk. Volg niet op Twitter. Oh, wees je me volgt op Twitter. Ik maak je af. Ik maak je af. Add meer dan dik. Volg me. Volg me als je durft. Add meer dan dik. Volg me niet. Volg me als je durft. Ik ga kijken of dat op... Oh, wacht. Zeg ik zo. Ik ga even naar de gewone lobby. Slash spawnband. Oh, dat kan. Dus slash hub. Hey Rick, je lijkt op een homo-opa. Jur, dat is jouw skin waar die het over heeft. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot misschien nog een aflevering als Jur mee wil doen met woordjes spelen. Nee. Jur was wel echt goed, moet ik zeggen. Ja. Je was fantastisch, Jur. Maar laat, ik wil wat anders doen. Ja, maar... tot de volgende aflevering. Doei!